السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beste broeders en zusters, welkom bij Stichting Najiba. Even een kleine update in verband de overleden zuster uit Gambia, Allah irhamah. Vandaag met Jumu'ah hebben wij de salat wa janaza voor haar verricht. En op dit moment breng ik haar met de rouwauto naar het vliegveld. Daar zal zij worden klaargemaakt voor de repatriëring naar Gambia toe, waar haar familie op haar wacht. En wanneer de familie haar heeft ontvangen, dan zullen ze haar zo snel mogelijk begraven. Namens de familie bedank ik ook iedereen. De familie is heel erg blij dat de Umma-gemeenschap in Nederland heeft klaargestaan en hebben geholpen. Subhanallah, ze waren heel erg blij en ze bedanken ons. En ja, wat ik ook altijd zeg, alhamdulillah, ik ben trots op de Umma-gemeenschap. Wanneer wij een oproep plaatsen, subhanallah, voor een overlijdingsgeval, dan zie ik dat het binnen kortste tijd het bedrag al binnen is, alhamdulillah. En zo hoort het ook. Zo hoort het ook. We moeten klaarstaan voor onze overleden broeders en zusters die het nodig hebben. En hier verdienen wij alleen hasanat mee, alhamdulillah. En op de dag des oordeels, beste mensen, vergeet het niet, zullen deze mensen allemaal getuigen voor ons zijn dat we hun niet in de steek hebben gelaten. Khair insha'Allah, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala het van ons allemaal accepteren. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons allemaal rijkelijk belonen. Allahumma amin, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.